This Week's Watches 125, gepresenteerd door aan de rechterzijde Ramon Soprano, in het midden Rutger Langnek-Kooijman en vergeet niet de KOV Jasper Leijfering, Amsterdam Vintage Watches. Let's do this. We hebben vorige week de eerste sessie opgenomen met z'n drieën. Werd over het algemeen positief gereageerd. Dus dankjewel daarvoor en ook voor de thumbs up. En uiteraard de mooie horloges die jullie hebben aangeschaft. Het is goed verkocht vorige week. Laten we dat voorop stellen. Ik weet niet of het er per se mee te maken had dat we hier drie man sterk presenteren. Maar ik denk wel dat we deze week dat nog kunnen overtreffen. Ondanks de goede resultaten hebben we nu 9 horloges waar je van achterover slaat. Okay. Dat was al daarvoor. Dat is al na het eerste stukje. En we starten met de Rolex. Rolex komen we natuurlijk veelvuldig voor in een collectie. Nu is het wel zo dat we proberen te specificeren, te specialiseren in Cartier, Audemars Piguet, Patek Philippe en Rolex. Die merken zitten er allemaal in deze week. Maar daarnaast hebben we nog een gastmerk, een optreden van een vijfde merk. Maar we starten dus met een Rolex. Alleen niet de Rolex waar je misschien normaal gesproken gewend bent. Rutger, we hebben hier een Cellini. Laat hem inderdaad even zien. Ja, top. Dus is het de eerste keer dat we Cellini hebben? Zeker sinds jullie er zijn is het de eerste Cellini die we aandragen, ja. We krijgen heel vaak de vraag van, verkopen jullie ook Rolex Cellini? En dan krijgen ze het antwoord van, nee, natuurlijk niet. Dat is troep. Maar voor deze hebben we een hoge uitzondering gemaakt. Want dit is wel echt een gruwelijk ding, denk ik. Dit is een Cellini, een wooden dial. Iets waar je dus bij de meeste merken honderden tot duizenden euro's voor betaalt. En nu heb je voor dat geld gewoon een heel klokkie. Ja. Eigenlijk gewoon een beetje concurrent van de Tank, denk ik. Hij is nog zelfs iets groter dan een Tank. Ja. En zeker concurrent, want prijstechnisch gezien ontloopt het elkaar niet veel. Sterker nog, dit is een Rolex hand-op-wind uurwerk, dus met zo'n wooden dial. En dan ben je minder dan 4000 euro kwijt. Ja. Ik denk misschien wel een heel goed alternatief voor die Tank. Want het is en net een slagje groter. Die kast is ook een dikker. Maat die eigenlijk gewoon voor man perfect te dragen is. Ja. We hebben natuurlijk straks komen bij die Tank Française, die wij zelf heel graag dragen. We hebben een Tank Française? Tank Louis, sorry. Die we zelf graag dragen, ook in die maat. Maar heel veel mannen en ook grotere forse mannen zeggen, nee, ik vind dat net te klein. Deze is gewoon net een tikje groter, waardoor die juist voor een man gewoon goed te dragen is. En gewoon die afwerking op de kast vind ik echt super tof. Kijk dan, heeft dat nog een bepaalde naam, die finish? Verzin er wat leuks mee. Nou, het is een beetje Clou de Paris, dus een beetje het vergelijkbaar wat je hebt met Patek Philippe, met die Calatravas. Op die bezel heb je dit ook bij die Rolex. En wat ook wel spectaculair is aan deze referentie, is dat die bandbreedte enorm is. Ja. Dat is volgens mij ook je internetsnelheid. Ja. Maar ik heb het over de breedte van 22 mm lux size. Dus het is een vrij brede kast en een brede band. Maar hij loopt wel heel elegant taps toe naar 16 mm met de originele Rolex gesp. Dus ik denk dat het wel een heel gaaf model is uit 1976 met een prijskaartje dus van 3.900 euro. Toffe Cellini, de eerste Cellini die we hebben ook in doosje, referentie 4127. We vervolgen onze weg met de zojuist genoemde Cartier Tank. Rutger heeft een tijdje een Tank gedragen in deze maatvoering, alleen die had diamanten. Daardoor leek het misschien net iets vrouwelijker, maar dit is toch echt wel een herenmodel, een groot formaat Tank. Ja, nou ja, allemaal natuurlijk heel groot fan van deze, van dit model van Cartier. En ik moet ook zeggen dat ik deze volgens mij best wel vergelijkbaar is qua maatvoering met die Tank Obus die ik toen vorige week droeg. Maar dit vind ik dan toch weer wat, ik weet niet, dit past dan toch wel weer meer. Ja, toch wel echt die langwerpige tankvorm dat in plaats van dat vierkante. De vierkante ziet er misschien iets nog klassieker uit en misschien minder fors. En wat natuurlijk ook heel mooi is, is die Guilloche wijzerplaat. Dus klopt. Dat is gewoon wel een heel vet detail, dat daar gewoon een soort van patroon in zit. Ja, dus je hebt inderdaad die Cartier Tanks met twee verschillende soorten wijzerplaten. Altijd hebben ze die Roman Hour Track, maar soms hebben ze Guilloche en soms ook niet. En ook de Deployment Clasp. Dat is ook altijd een ding. Heel veel mensen vragen er altijd naar of we zeg maar die vouwsluiting van Cartier hebben op een Cartier of de normale gespsluiting. Vouwsluiting wordt vaak net wat meer geld voor gevraagd, is ook gewoon in aanschaf wat duurder. Ik vind persoonlijk altijd juist die gespen gewoon net wat comfortabeler, aangezien je hem bij kan stellen in de gesp. Maar heel veel mensen willen deze het liefst. Als je zo'n nieuwe deployant buckle koopt,
Betaal je gewoon 3 ruggen. Het is een gouden buckle deployant. En dan ben je 3000 euro kwijt. Dit horloge kost 5200 euro. Dus altijd als je het zo vergelijkt, lijken de horloges echt heel, heel prijscompetitief met de nieuwe counterparts. Ja. Bijvoorbeeld een D-Date, een President band van 12.000 euro. En doe er 2000 euro bij en je kan hier een puntgave volledige D-Date kopen, ja. Weet je. En deze is dus voor de duidelijkheid één slag groter dan de Tank Louis die we het vaakst in de winkel hebben liggen. Waardoor hij dus ook voor mannen heel goed te dragen is. Hij is, zeg maar, dit is de laatste maat onder de Tank Jumbo. Wat de grootste tank is. Mm-hmm. Ik denk een beetje dat het een heel ander horloge is. Ook qua maat niet te vergelijken. Ik vind dit zeg maar wat klassieker te dragen. Het is misschien meer onder een pak of zo. Ja. En die Tank Jumbo wat meer casual dragen. Ja, en die Tank Jumbo is natuurlijk automaat. En die heeft ook die bobbel op de achterkant. Daardoor staat hij veel hoger op de pols. Dit is wel de tankmechaniek. Dus je hebt hem zowel kwarts als mechanisch. Dit is dus de mechanische tank. Met die guilloche plaat. En deployment buckle. Ja, dat is eigenlijk... En ik denk dat het een heel... geliefd horloge is, wat snel weg is, 5200 euro'tjes. We gaan nu over naar de Cartier Tonneau 2791. Een glimmertje. Ja, dit is wel echt een heel mooi ding. Ook die diamond setting van Cartier, dat is gewoon echt top gezet natuurlijk. Hij is het rosé, gewoon, toch? Het ziet er gewoon heel tof uit. Ja, rosé goud. En weet je wat ik ook vet vind van die Tonneaus bij ons? Of tenminste van dit model dan bij ons? Als je de prijs vergelijkt met de nieuwwaarde eigenlijk. Ja, dat is crazy. Dat is gewoon bijna 3x wat je ervoor betaalt. Serieus, vragen wij hiervoor? Ik denk dat die nieuw inderdaad ongeveer 3 keer zo kostbaar is. Dit is 8700 euro. Ja. En rond 2010 werd dit gewoon verkocht voor, denk wel 16.000, 17.000 euro. Ja. Dus dat is niet kostbaar, dat is gewoon duurst. Ja, nou, weet je nog dat we op dat event waren met z'n drieën? Ja, ja. En dat we die tonneau zagen daar de in nieuwe. Een wit-goud diamond set. Ja. Hoeveel vroeg ze daarvoor? 30.000. 30 rug, ja, vroeg, dat is misschien wel leuk om een keer, wat kost die? Ja, 30.000 euro, ja, oké. 30.000 euro. Ja, dat is crazy. En die Cartier Diamond Set modellen, die hebben dus ook vaak die diamond setting in de kroon zitten. En bij de Tonneau heb je natuurlijk sowieso al een iets elegantere maatvoering. Dit is wel echt een dameshorloge. Niet alleen door die diamond setting, maar ook vanwege de maat. Wat wel gaaf is dat die wijzerplaat ook zo helemaal bol meeloopt. Horloges zoals bijna alle Cartiers van ons gesurfaced door Richemont. Volledige in originele conditie. En ik denk dat dit horloge misschien 5 keer... gedragen is ooit. Ja. Zou jij dit ook dragen? Nee, ik weet dat Gianluca Vacci, die komt ermee weg. Ja. Die heeft een vergelijkbare maatvoering, een Tonneau. Of nog een kleinere. Alleen dit is voor mij net iets te metro, man. Die combi vind ik wel altijd echt mooi. Ja. Blauw met rosé. Klopt. En de geblauwde wijzers natuurlijk. We gaan naar iets stoerder model, of een stuk stoerder model. De 36 mm metende tool watch, ook al komt hij wat dressy over. De ingenieur, die oudere modellen, dit is referentie 666, dat is eigenlijk de enige referentie ingenieur waar we echt bekend mee zijn. Is wel degelijk een tool watch, maar ten opzichte van de modernere lijnen van de ingenieurs die ze nog steeds voeren, komt hij veel dressier over. Gerald Genta heeft ook zijn hand erover gestreken in een later tijdstift met de SL-lijn. Ja, interieur. Het is dus zeg maar, zoals Jasper al aangaf, een toolwatch van IWC. Het werd dus daadwerkelijk gewoon ook gebruikt door mensen binnen hun vakgebied. Voor de mensen die het niet weten, ingenieur, je zal het niet verwachten, werd dus gebruikt door ingenieurs. Hij heeft dus ook een antimagnetische binnendeksel. Dus net als, dit is eigenlijk de Miel Gauss van Rolex, dat is de ingenieur voor IWC. Hij heeft dus zeg maar, onder de kastdeksel heeft hij nog een binnendeksel zitten die een soort Faraday case vormt. Die is ook weer gemaakt van... Soft ijzer werd hij dus gemaakt, omdat die mensen dus heel veel blootgesteld werden aan magnetische velden. Dat je dus je horloge niet gemagnetiseerd werd. Want dat zien we nog steeds wel eens in de winkel, de mensen hier komen en opeens van de een op een andere dag loopt een horloge 10 minuten voor. Meestal is het dan gewoon gemagnetiseerd. En dat gebeurt hier dus wat minder snel mee. Dat betekent dus niet dat als je hem tegen de magneet houdt dat er niks gebeurt. Dan is hij nog steeds kapot. Dankjewel voor die hele bruikbare informatie. Maar het is dus minder. Het heeft dus minder invloed. En dit is ook de meest begeerlijke configuratie is dit toch? Zwarte plaat, geen datumfunctie. Ja, want de 666 heb je dus met datumfunctie, 666 AD. Die hebben we ook eerder verkocht met een zwarte wijzerplaat. En zwarte platen kom je gewoon niet vaak tegen. En de meeste die je tegenkomt zijn opgemaakt. De niet opgemaakte vragen ze tussen de 8.000 en de 12.000 euro voor. De vraagprijs die wij hebben is 5.900 euro. Dus een stuk minder kostbaar. En gesurfd door IWC. Gesurfd door IWC, wat een pre is, maar ook weer een con in dit geval. Omdat IWC zelf natuurlijk geen flauw idee heeft wat ze doen met vintage horloges. Dat bleek maar weer. Dus we hadden ze hem gereloomd. Terwijl die volledig origineel was.
Dus moesten we hem weer re-loomen. Dus weer met tritium. Dus hij is nu wel in de juiste configuratie, maar hij is opnieuw gereloomd of opnieuw geloomd. En dat eigenlijk, daarvoor wilden we er 10.000 euro voor vragen. En nu vragen we slechts 5.900 euro ervoor. Dus wil je een zwarte plaat IWC ingenieur met compleet originele wijzerplaat uit de jaren 60, dan heb je hiermee wel de allerbeste koop die je ooit kan doen. Puur om het feit dus dat die eerst door IWC onder handen genomen is. En daarnaast dus had ik al eerder aangegeven dat we willen focussen op de vier merken die ons wel bekend zijn. En daar valt deze helaas buiten. En zodoende denk ik dat dit een hele mooie buitenkans is voor iemand die een dergelijk model zoekt. We zijn toch bezig met de sportieve en de toolwatches. Ik denk dat we hier een hele mooie full set hebben staan met de groene bezel. Yes, dus de 1616 LV. Waar LV dus staat voor lunette vert, oftewel de groene bezel. Je ne parle pas français? Oui, non, je parle. En okay. Dit is dus eigenlijk een beetje de laatst verzamelwaardige Submariner. En die is dus geïntroduceerd ter 40-jarig bestaan van de Rolex Submariner begin 2004. Is een jaar of 2003. 7. Of 2003. Eind 2003. Maar die zijn dus ook super kostbaar. Die flat 4 bezel kost, weet ik veel. Daar ben je een full set voor 24 verkocht. Ja. En deze is bijna 10.000 euro minder. 15.500. Dit is dus die set serie. Dus ook de meest betaalbare Submariner. Of Kermit eigenlijk. Nou, natuurlijk gewoon een heel mooi horloge. Zeker wanneer die gewoon in deze staat komt. Ja, dit is wel gewoon het grappige wat je zegt. Dat het misschien het laatste echt verzamelwaardige Rolex sportmodel is. Het komt ook eigenlijk alleen maar toen die uitkwam, wilde niemand hem hebben. Ja. Er kwam opeens een Rolex met een groene bezel. Iedereen dacht, wat de fuck is dit? Ze hadden geloof ik een listprijs van 3500 euro toen. En niemand kocht die dingen. Je ziet letterlijk soms invoices waarop staat dat mensen 10% korting kregen op een sub. Nou ja, dat kunnen we ons nu al niet meer voorstellen natuurlijk. Nu moet je 30% boven list betalen. Ja. Maar laat staan op een LV, dus eigenlijk een heel verzamelwaardig horloge. En in die tussentijd heeft hij natuurlijk verschillende configuraties gehad. Met verschillende prijskaartjes. Ja. Maar voor 15.500 en 2006 full set heb je gewoon echt een hele gave, zeldzame sub. Ondanks dat hij dus recent is, heeft hij toch wel die features die wij tof vinden. Dus geen maxi case. En niet die groene, lelijke soort, wat de Hulk wel heeft. Een soort metallic groene plaat. En dat bespaart wel een hoop in de looks. Ja. En gewoon mooi, aluminium bezel. Ja. Dat is een keramische troep. Ja, dat is tof. Eigenlijk gewoon een sub zoals wij hem vet vinden, alleen dan met een groene bezel. Groen tintje en een iets hoger prijskaartje dan een reguliere sub, vergeet dat niet. Hij is toch wel bijna het dubbele, maar dan heb je wel een hele bijzondere. Ja, we hebben nu een Royal Oak die we niet veel eerder hebben gehad. We hebben hem één keer gehad in het volledig goud. 25594 SA is de Royal Oak die niet alleen dag en datum weer geeft, die we veel 2-3 keer hebben gehad hiervoor. De zogenaamde L. Dit is de L, alleen heeft hij ook een mondje. Dus niet alleen de ogen, maar ook de moonface. Wel gewoon die tapisserie dial. En kijk, die conditie, man. Is toch geniaal. Ja, super strak. Ja, op een of andere manier vind ik, zeg maar, met deze wijzerplaatconfiguratie vind ik het wel vet in het goud. Ik vind het ook wel werken. Ik vind het echt wel goud staal is dood. Vaak hè? Is dat ook gewoon vaak. Normaal vind ik dat niet van echt op goud staal, maar dit is echt gruwelijk. Ja, die goudstalen vind ik echt dope bij die Royal Oaks. Jij vindt deze dan specifiek heel tof. Ja. Ik vind alle goudstalen Royal Oaks wel lekker. Omdat die Royal Oaks sowieso een beetje die 70s, 80s vibes hebben. Mm-hmm. En dat is ook met goudstaal natuurlijk heel goed matchbaar. Ja. Zeker in een witte wijzerplaatconfiguratie. Ja. Nee, ik begrijp helemaal wat je zegt. Dat wit werkt gewoon inderdaad op dat goudstaal. En een Royal Oak moet je gewoon altijd in perfecte conditie hebben. Anders is hij een stuk minder mooi. En dit is echt deze super strak. Ja, dit is denk ik wel echt unpolished. 16.500 euro. Komt wel met die extract of the archives. Dateert het horloge terug naar 2004. Dus de afgelopen 16 jaar heeft iemand hem denk ik lekker op zijn bureau laten liggen of zo. Zonde. Dat vind ik ook wel leuk met die Royal Oaks. Dat je echt in die periode een beetje, dat je zoveel verschillende configuraties hebt. Dat je elke keer bij Royal Oaks inkopen die je gewoon nog nooit hebt gezien. Ja, dus deze 25594 is de tweede keer dat we er eentje hebben gehad. De vorige was BA, dus dat is een gouden. Dit is SA, steel, staal en aurum. Aurum is goud. Dus de goudstalen voor 16.500 euro. Oké, de D-rate is nu aan bod. De 1807, eentje uit 1972. Geprijsd op 7.900 euro. Kan je natuurlijk afvragen waarom hij niet zo kostbaar is als de meeste DD's. Nou ja, heel eenvoudig. Als je hem heel veel zou willen pakken, zie je dat hij een leren band heeft. Ja, dat zie ik. Nee, dat inderdaad, dus de 1807. En dat wil dus zeggen met de bark finish. Dus dat Bessel een andere finish heeft dan normaal gesproken.
En dit is echt gewoon een typisch jaren 70 D-Date verder. Gewoon pipe and dial, plexiglas. Eigenlijk hoe wij hem allemaal het moois vinden. En wat ik dan ook vet vind, is die Portugese dagschuif. Waarom vind je dat zo vet? Ik zal het je even vertellen. Ik heb een tijdje in Brazilië gewoond, dus okay. Ik spreek een aardig woordje Portugees. Over de grens? Ja. Spreek een aardig woordje over de grens. Ik vind eigenlijk de enige D-Dates mooi op die op leren band mooi zijn. De enige zijn die vier cijfers. Ja, precies. Dan moet je gewoon het plexiglas hebben en zo'n pipe and dial. Dan is het gewoon super elegant. Het maakt het gelijk echt een dresswatch. Het is veel minder potsierlijk, zeg maar, dan een D-Date op een Prezi. Ja, maar het is gewoon op plexi klopt dit, weet je wel. Een leerbandje, het maakt niet uit op welk horloge. Het geeft nou helemaal gewoon een beetje een klassieke look. En als je gewoon een wat moderner of jaren 90 of nieuwer Saphire D-Date hebt. Of Datejust of wat voor Rolex dan ook. Klopt dat voor mij gewoon niet op een leerbandje. Het matcht niet, je ziet dat het niet hoort. En bij zo'n plexi variant, dus bijvoorbeeld zo'n 1807, het had gewoon zo geleverd kunnen zijn. Ja. De horloge klopt gewoon. En bij die dat kon ook hoor. Dat ja, ja. Ook, dus maar je ziet gelijk van, weet je, dit hoort zo, dit kan kloppen. Ja. Ja. En bij die Saphir variant op leer heb ik dat gewoon niet. Klopt. Dan denk je van, nee, klopt dus niet. De band was te slecht, dus die hebben ze eraf getrokken. Ja. €7.300 en dan kan je altijd, mocht je later nog een Bark Finish Prezi bracelet willen kopen, die zijn al los denk ik rond de €4.000-5.000. Ja, dus dan kom je inderdaad, dus dan kom je totaal op een €12.000 uit. Mocht je later nog die upgrade willen maken of een keer af en toe spelen. Draag jij ooit D-Dates op leer, Ramon? Eigenlijk bijna niet. Maar ik draag sowieso bijna geen horloges op leer. Maar je hebt die Prezi nodig, een beetje compenseren toch? Een beetje compenseren inderdaad. I like it. We gaan over naar Patek Philippe. De enige Patek in deze week's line-up. We hebben er lang op gewacht. En voor de meeste mensen die denken misschien dat dit gewoon een Aquanaut is. De 5167 hebben we al veelvuldig gehad. Maar dit is niet zomaar een 5167. Want dit is een... 5165. Lekker grap. Het is gewoon twee getalletjes minder. Maar hij is ook zeker kostbaarder. Hij is kostbaarder. Meer €38.000. Dit is dus de 5165. Die is uit mijn hoofd ongeveer 2 jaar geproduceerd. Ja. Dit is dus een beetje eigenlijk de opvolger van de 5065. Die je denk ik wel vaker langs hebt zien komen binnen ons aanbod. Eigenlijk hetzelfde formaat als de oude Jumbo. Gewoon super clean. Die configuratie nog steeds. Waar die wijzerplaat wel een iets grovere structuur heeft dan bij zijn voorgangers. En bij die voorgangers stopt die granaatfinish op de wijzerplaat bij de numerals natuurlijk. Ja. Of die stopt niet bij die numerals, maar bij de 5165 wel. En natuurlijk die geïntegreerde band. Kijk, het is gewoon, hij sluit dus volledig aan op de kast. Voor degene die niet weet wat geïntegreerd is. Dat is niet geïntegreerd. Geïntegreerd zit dat hij doorloopt in de kast. Ja, dat heeft hij toch? Nee, hij loopt toch niet door. Ik kan hem eraf halen. Dat klopt gewoon niet. Hij sluit aan de kast. Dat, goed gezegd, goed dat gezegd. En bij die 5065 stopt hij dus eigenlijk bij de Lux. Heb je die straight end links eigenlijk, een soort van straight band aanzet. Wat wel meer een vintage look geeft, maar dit geeft dan weer meer een slikker look. Ja. En zeker door die maatvoering. Ik vind een 5167 persoonlijk gewoon echt te groot. En dit is dan de sweet spot. Ja. En als je kijkt naar hoe kort hij geproduceerd is, omdat hij een beetje tussen wal en schip viel bij Patek Philippe en de meeste die 5167 wilden, denk ik dat dit veel potentie heeft. En dat hij daardoor ook nu al eigenlijk super kostbaarder is dan een 5167. Ja. En dat komt ook gewoon natuurlijk, zeg maar, die 5167, dat was een model wat gewoon geïntroduceerd werd, wat gewoon giga gehyped werd, wat niet te krijgen was. Dus iedereen wilde dat. Dat was misschien minder bij die 5167, die dus maar 2 jaar geproduceerd werd. Of 5165. Ja. En daarom zie je gewoon dat het aanbod veel kleiner is, omdat dit echt een verzamelwaardig horloge is en nog steeds is. En waar die 5167 dat eigenlijk al niet meer begint te worden, aangezien dat aanbod gewoon zo gigantisch is. Ja. Ik bedoel, je kan het niet krijgen, maar als je online gaat kijken, zie je dat er alsnog zoveel geproduceerd is. Ja. En dat is gewoon hiermee niet het geval. Dus je hebt gewoon een echt verzamelwaardige moderne Patek. Ja, fair play. En hij is full set. En volledig gesurfd door Patek Philippe. Dat is ook nog even een dingetje. Als je bijvoorbeeld online op Chrono of zo gaat kijken, dan zie je, wij bieden deze aan voor €38.000. Zie je bijvoorbeeld ook voor €36.000 voorbij komen. Dit zijn dus dingen, Patek en bijvoorbeeld AP ook, we hebben het vaker behandeld. Dat is dus niet even 2 tientjes om te servicen, maar geloof ik het €3.500-€4.000 of zo. En vergeet niet het half jaar dat en het half jaar weg. Dus als je dus een 5165 of dergelijk horloge prefereert, hou dan rekening met dat soort servicekosten. Goedkoop is duurkoop. Dat wij dus voor je hebben gedaan. Yes. Het eindstuk
Wat we nu gaan presenteren is een horloge wat we met z'n drieën ook hebben gehunt in München op de beurs. Hij trok gelijk ons oog. Nu moet ik eerlijk bekennen, we werden erop geattendeerd door een heer waarmee we meer zaken hebben gedaan. En hij verzamelt ook van zulke bizarre modellen. We hebben veel Royal Oaks gehad. Je noemde het eerder al dat het tof is dat je zoveel verschillende configuraties daarin hebt in zo'n klassiek model. Maar eentje met de stone dial is nog niet eerder voorbijgekomen. De 14544 BC. Die referentie zat niet voorop op mijn tong, omdat dat is dus de eerste die we hebben gehad. En een van de twee die bekend is. Dus die andere is openbaar verkocht. Of dat is de enige die bekend is, die openbaar aangeboden is. En dit is dus een heel zeldzaam model. Wat verkocht is op 30 januari 1990. Mijn geboortedatum is 31 januari, alleen 1993. Maar ik vond het toch wel grappig toen we het extract op die archives terugkregen. En ook nog een certificate of authentication. Ja, dat is echt gaaf. Ja, dus ja. Dan maakt Patek, of Audemars Piguet maakt zelfs de foto's van het horloge. Dus echt een heel boekje met foto's, met nummers waarin de bezel wordt gespecificeerd. De wijzerplaat wordt gespecificeerd. En dat is gewoon denk ik wel tof om erbij te hebben ook. Ook omdat mensen het nog nooit hadden gezien. Ja. We hebben dus ook mensen gehoord die zeiden van, nee, weet je, dat bestaat helemaal niet. En ik heb het nog nooit gezien. Sterker nog, ik bracht het dus weg om de extract of the archives te laten bestellen bij een AP dealer. Ik zal de naam niet noemen. Waardeconculega's. Onze waardeconculega's. En ze, toen ik hem daar bracht, die meneer kende mij niet, een meneer op leeftijd. En die zei zoiets van, nee, dit is nooit gemaakt hoor, door Audemars Piguet. Hij dacht dat het nep was, toch? Ja, hij dacht dat het nep was. Nou, dat slaat dus helemaal nergens op. Het is super zeldzaam. Een lapis lazuli wijzerplaat. Het is niet de enige steen in het horloge. De bezel is bezet met diamanten. En ook de wijzerplaat is bezet met hele elegante stenen. En dat is natuurlijk super moeilijk. We zien het veel bij Rolex terug. Die diamond setting in stenen. Stenen die fragiel zijn, zoals lapis lazuli. Maakt het tot een heel bijzonder horloge. Ja. En op de achterkant staat dus nummer 11. Dat slaat dus niet op die lapisplaat, maar gewoon de kastconfiguratie met die bezel, toch? Klopt, ja. Dus dit is inderdaad nummer 11 met deze referentie. Maar we weten niet of er 10 andere zijn met die lapisplaat. Het kunnen ook maar 2 zijn. Ja. En hebben anderen misschien andere wijzerplaat. Alleen met deze kast en deze configuratie met diamond bezel, daar zijn er in ieder geval 11 van bekend. Hoe dan ook, een zeldzaam horloge. Gereflecteerd in de prijs weliswaar, voor een 36 mm metende Royal Oak. In het witgoud uitgevoerd voor €39.000. Oké jongens, was weer een lekker week hier, denk ik zo. Ik denk dat we genoeg ammo hebben om deze week goed te verkopen. Wat vonden jullie het tofst? Het is sowieso een hele sterke line-up. Eigenlijk, ja. Elk horloge is gewoon wel echt heel vet. En bijzonder. En er zitten ook echt een paar dingen tussen die we normaal gesproken niet snel zullen hebben. Dus die Celine bijvoorbeeld. Inderdaad. Maar ook die IWC. Ik bedoel, dat is ook niet iets wat we nu, onze huidige collectie, snel weer zullen hebben. Ik denk dat je daar iets belangrijks zegt. Mocht je die Celine of die IWC Ingenieur tof vinden, dan moet je wel echt nu toeslaan. Want de eerstvolgende keer dat je die bij Amsterdam Vintage Watches ziet, kan wel eens heel lang gaan duren. Ja. Maar ja, heel eerlijk. Hetzelfde geldt voor die Aquanaut, voor die Royal Oak. Die ga je waarschijnlijk, die Royal Oak ga je denk ik nooit meer zien. Nee. 5 en 6-5 kom je ook niet veel tegen. 5 en 6-5... durf ik ook niet eens met zekerheid te zeggen voor het komende jaar of 2 jaar. Ja. Terwijl juist de meest commerciële modellen die hier staan, die bijvoorbeeld die Kermit of die Tank of die 1807 zijn belangrijke modellen voor Amsterdam Vintage Watches. Ze zijn super gewenst natuurlijk. Alleen het zijn niet per definitie de modellen waar wij nu, als we deze line-up bekijken, super enthousiast van worden. Omdat we ze gewoon vaker hebben gehad. Ja, ja. Ja, wat ik het vetst vond, ik vind het eigenlijk wel moeilijk. Dit is gewoon denk ik het vetst. Dit is gewoon het meest bijzonder natuurlijk. Ook omdat we met z'n drie hebben opgepikt. En het verhaal erachter in München inderdaad, dat is gewoon heel vet. Ja. Maar daarna zeker die 5165. Ik vind dat toch wel echt... Ja, dat wordt hem dan bij mij niet, omdat ik liever dan een vroegere configuratie heb, 5060 of 5065. Ja, oké, maar van deze drop zou het voor mij die twee zijn. Maar inderdaad, ik zou ook liever een echte vinden. Maar we zijn het erover eens dat de vetste is eigenlijk die Royal Oak met die lapisplaat. En dit is ook een piece wat eigenlijk op een veiling misschien wel een veelvoud kan doen. Je weet het niet, want er zijn er gewoon niet veel van. Dus die €39.000 is een soort indicatieve prijs wat we het zelf zeker waard vinden. Ja. Maar zomaar zal er iemand anders zijn die er veel meer voor over heeft. Dus het is ook niet zo dat als je denkt van, nee, ik vind hem 30 waard, dat je dan ons gaat bericht gaat sturen van, ik neem voor 30. Het is dus wel gewoon de vaste prijs. Ja, dat gaat hem niet worden. We waarderen natuurlijk wel jullie input. Make sure, ik weet niet waarom ik opeens in het Engels ging. Zorg ervoor dat je zeker... Juice worth the squeeze. Zorg ervoor dat je zeker een comment achterlaat op onze YouTube video's. Duimpje omhoog wordt gewaardeerd. Als je nu nog niet gesubscribed bent, dan ben je gewoon een eikel. En dan wil ik je niet meer zien. Doei. Kunnen we niet elke week tegen jou vertellen dat het beste dag om een vintage horloge te kopen
Vandaag is. Doe een koor zo. Vandaag is. Top. Perfect. De beste dag om horloge te kopen vandaag is. Doei.